Lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En ik heb reacties gekregen dat mensen de normale vlogs, de weekendvlogs of de weekvlogs of weet ik veel wat voor vlogs missen. Dus nu weer een super leuke vlog vanuit Groningen. En ik ben bij de welbekende Ruben. Ja, ik ben bij Ruben thuis. En het is ook echt een sick huis. Gaan we even een roomtour doen. Even snel. Het is wel lekker donker hoor, dit. Het is ook best wel een rotzooi, terwijl we al best wel hebben opgeruimd. Maar hartstikke leuk. Ruben woont dus in Groningen samen met zijn vriendin. Sophie is dus nog op vakantie. En die komt morgen, overmorgen, zondagochtend vroeg thuis. Precies. En wat gaan wij nu doen? Zuipen. In Groningen, dus dat hoort er natuurlijk bij. En het is bijna 11:30. En ik dacht, het is super leuk om te vloggen, want ik ga morgen ook naar Leeuwarden, naar mijn familie. Ik heb echt een special lichteffect van Ruben. Wij gaan nu de deur uit, dus dat wilde ik even vertellen. Maar ik ga morgen echt even leuke dingen vertellen allemaal. Dus doei. Goedemorgen, Ruben. Good morning. Wat zeg je daar cute met je vest? Wat ga jij straks doen? Techno luisteren. Broodje ei maken. Ja. En dan ga ik werken. En dan ga ik de hele dag een beetje koffie drinken tot 6 uur. Op je werk, ja. En dan ga ik vanavond met mijn schoonvader eten. Oh ja, en dan ga ik ga naar Leeuwarden zo. Ik ja. ga naar Leeuwarden. Whatever the fuck ik ga doen. Maar ja. En dan laat ik hem terug. Dan gaan we naar een heel leuk feestje. Ja, oké. Okay. Een hele goede morgen dus vanuit Groningen. Ik ben het hele weekend hier bij Ruben in Groningen. Zijn vriendin is op vakantie. Hij woont hier namelijk samen met zijn vriendin. Fucking chill huid. Ik ben al helemaal verliefd. Het is wel een beetje een rotzooi, maar dat vind ik niet zo erg, want dat maak ik zo. Ik maak zelf ook een rotzooi. Daar liggen zeg maar mijn spullen op de bank. Die bank heb ik al geclaimd voor al mijn spullen. Dat vind ik wel chill op zich. En fucking cavia's. Ik heb ze net te eten gegeven en ik vond het doodeng, maar tomaatjes hebben ze gehad van mij. Lief hè? Nou, echt niet midden in de binnenstad, maar echt 2 seconden lopen van de binnenstad van Groningen. Dus ik ben helemaal gelukkig. En nu ik hier ben, ga ik natuurlijk ook even mijn familie in Leeuwarden opzoeken. Komt perfect uit, want Ruben gaat straks werken om 12 uur. En dan pak ik de trein naar Leeuwarden. Ik heb veel afspraken. Ik heb eerst afgesproken om even lekker koffie te gaan drinken bij mijn oma. Daarna loop ik nog even ga ik nog even de stad in. En dan aan het einde van de middag ga ik naar mijn Baken en Beppe. En ga ik gezellig met hun even wat eten. En het komt goed uit, want Ruben gaat dus met zijn schoonvader eten. En dan zijn we allebei weer klaar aan het begin van de avond. En meeten we weer hier in Groningen. En dan kunnen we ons klaarmaken voor het feestje van vanavond. Want Ruben werkt in de Techno Club Oost. Hebben wij daar ergens hier stickers van liggen? Oh, dit is het logo van Oost. Lekker simpel, maar hartstikke leuk. Techno Club hier dus. En daar is vanavond Sluwe Vos All Night. Als je techno en house muziek een beetje kent, dan ken je Sluwe Vos wel. Dus zin in, wordt een superleuke dag. En morgen wordt dan heel erg veel brak zijn en zo. Ik heb ook nog wat andere vriendinnetjes hier in Groningen wonen. Die ik ook nog wel even waar ik mee wil afspreken. Ik denk dat vanavond Nina ook komt. Dat is het vriendinnetje van Kelvin. Dus dat is heel erg leuk. En Marleen die woont hier in Groningen echt 2 straten verderop. Dat is een vriendinnetje die ik ken via Roda. Dus het is echt zo leuk allemaal hier. Echt, er wonen zoveel mensen in Groningen. En niet te vergeten Roy natuurlijk. Die woont in Winschoten. 20 minuutjes met de trein. En die zie ik zondag. Daar ga ik zondag bij slapen. Dus het wordt echt een weekend vol. Superleuk. Feestjes, alles superleuk. Ik heb dus een nieuwe telefoon. Ik heb voor het eerst in mijn leven een iPhone. Leuk hoesje. 7 euro H&M gekocht. En dit is de iPhone SE in Rose Gold. Dus ik ga even een beetje make-up op doen. We hoeven echt pas over een uur weg. En inderdaad even nog wat eten. Kijk, dit is weer een hele goede zaak. Regenboog in Groningen. Chill. Ruben is gaan werken. Ik ben bijna bij Groningen station. En dan ga ik lekker naar Leeuwarden op de koffie bij mijn oma. Hoe gezellig is dat? En daarna ga ik dus... ik weet nog eigenlijk niet precies wat ik ga doen. Maar daar is in ieder geval het prachtige station van Groningen. Lekker cultuursnuiven in Groningen. Ik vind het helemaal leuk. Echt een hele leuke stad. Kijk nou even. Hartstikke leuk. De trein gaat over 5 minuten, dus ik ben echt perfect op tijd ook. Ik ben inmiddels alweer een tijdje terug bij Ruben in Groningen. En het is bijna 10:30 en wij gaan naar een heel erg leuk technofeestje vanavond. Volgens mij is het licht echt heel erg geel, maar oké. Ruben, kom even! Oh. Hey. We gaan dus naar Oost, which is een technoclub in Groningen waar Ruben werkt. Yes! Yes! En we hebben er zoveel zin in. We hebben zoveel van zin in. Dus Sluwe Vos komt All Night op draaien. En dat wordt handjes in de lucht, Linda. En ik ga ballonnenbord doen. Eerst een paar uurtjes. En dan krijgt Linda gaat de ballonnen van mij. En ja, daarna. Gast, waarschijnlijk weten de helft van de kijkers niet waar je het over hebt. Maar misschien sommigen wel. Als we gewoon. Ja. Whatever. En daarna gaan we de tegels van de vloer dansen. Het glazuur van de gesausde vloer. Oeh, oké. Okay. Dit wordt beloofd was. Dus Sluwe Vos All Night in Oost-Groningen. Yeah, niet Oost-Groningen, maar.
Be there or be square. Dus, ik zie jullie morgen weer als ik super brak ben. En volg me op Snapchat. Of als je me op Snapchat volgt, dan heb je wat beelden kunnen zien. Outfitje, lekker wazig. Hallo. Ja, dit is een blouse. Doe ik er even overheen aan voor onder mijn jas. Maar verder all black. All black. Het is tijd om de lichten uit te doen. Check my highlighter. Oh my god, love it. Ja, we leven weer. Het is zaterdagavond en wij hebben gewoon een hele leuke nacht gehad. En kijk eens wie er zijn. Milan en Marleen. Want Marleen woont in Groningen, Milan niet. Maar, dit was super toevallig. En Ruben, hey. Zijn jullie nou net leven of reven? Wat leven? Gast. Dus Ruben is één met zijn matrassen. Oké. We zijn het huis een beetje aan het opruimen aangezien morgen een vriendin van Ruben thuis komt. Dat is natuurlijk belangrijk. Deze matras hebben we trouwens gewoon randomly neergelegd. Niet dat hier iemand heeft geslapen of zo, maar we moeten nog wel een beetje opruimen. Maar vet gezellig. Misschien kennen jullie Milan en Marleen wel uit de vlogs van Roda. Vet leuk. We hebben pizza's in de oven. Wat we dachten. Ik heb namelijk vannacht Milan en Marleen ook wel even een uurtje gezien tijdens uitgaan. Dus dan dachten we, hoe leuk is het als we samen lekker brak gaan zijn op zaterdag en pizza's in de oven pleuren. Want we zijn skillen studenten, dus dan doe je dat. Dus dat zijn we nu aan het doen. En ik vind het zo random dat die oven hier zeg maar onder in een kastje staat. Dit wordt chill. Nou, jongens, ik ga vanavond ook weer op stap. Want als ik een keer in Groningen ben, dan moet ik daar natuurlijk gebruik van maken. En dan ga ik morgen chillen met Roy, wat ook heel erg leuk is. En dan slaap ik morgenavond bij Roy. Nou, dus dat gaan jullie nog allemaal zien. Zo, mijn avonturen in Groningen zijn bijna ten einde. En ik ben nu met Roy. En ik ben het gewoon helemaal vergeten te filmen. Ik vind het echt super dom, maar ik was gisteren zo brak. Ik had zeg maar... het was zaterdag weer helemaal uit de hand gelopen natuurlijk. Ik dacht, ik ga om 2 uur naar huis. Hoe laat was ik thuis? Niet eigenlijk. Ik was om 8 uur, weet ik veel, om 8 uur gaan slapen. Maar toen heb ik dus vannacht in Winschoten geslapen bij Roy. En nu zijn we onderweg naar, of Roy moet naar school. En ik dacht, ik ga maar gelijk ook mee weg. Want het is 8:20. Laat me even nadenken, want ik weet het allemaal niet meer. Ik hoop dat ik om 12 uur vanmiddag thuis ben. Laten we het zo zeggen. Het is nog wel leuk om even wat te filmen met Roy. We hebben gisteravond gezellig lekker... Moet je dat nou doen? Ja, sorry. We hebben gisteravond super chill, gezellig, gewoon lekker in bed en IMA's gekeken. Wat ik echt... Yo, wat vonden we van de IMA's? Kut. Ja, fuck. Het sloeg echt in fucking Ahoy Rotterdam. Nou, dat... Nee, Rotterdam Ahoy heet het weer, hè. Het is geen Ahoy Rotterdam meer. Is dat zo omgedraaid? Het is omgedraaid. Oké, fucking debiel, maar... Met een nieuw logo. Feitjes van Ahoy. Mochten jullie Roy nog niet kennen, zijn linken die staat in de beschrijving natuurlijk. Ik ga ook gelijk afsluiten. Waarschijnlijk stort ik ook helemaal in als ik thuis ben. Ik ben dus afgelopen 4 dagen in Groningen geweest. Ik ben verliefd geworden op de stad. Lof in. Ik ga sowieso vaak terugkomen uit mijn daar. Echt, oh my god. Nou, komende week heb ik nog vrij. Dus, en ik ga donderdagavond uit in Utrecht. Helemaal leuk. Dag, doei.